Hallo. Oké, hebben jullie ooit wel eens een keer iemand iets uitgelegd en later heb je iets nieuws geleerd waardoor het eerste verhaal totaal niet klopte, maar je durft diegene niet meer nieuwe informatie te geven omdat je bang bent dat hij in de war zou raken om die verhaal? Nou, verrassing. Op school hebben jullie een verhaal uitgelegd gekregen over de menselijke geschiedenis en dat is nogal discutabel. Het verhaallijn gaat als volgt. Jullie hebben geleerd gekregen dat de mensheid vanuit het stenen tijdperk naar het bronzen tijdperk, naar het ijzeren tijdperk om vervolgens te eindigen in deze technologische moderne maatschappij vandaag de dag. Nou, er zijn ook mensen die zijn het erover eens dat dit niet de kloppende storyline is. Daarom hier een nieuwe aflevering over alternatieve geschiedenis. Oké, stel, we hebben een mens. We laten nou iedereen verwijderen. Alleen jij bent degene die nog even mag overleven. Wat gebeurt er dan? De maatschappij om je heen wordt ten eerste opgeslokt door de natuur. IJzer gaat roesten, huizen zullen vergaan en als je lang genoeg waar je wacht is eigenlijk alles wat de maatschappij momenteel te bieden heeft verdwenen. Met de enigste grote uitzondering enorm grote stenen. We beginnen ons verhaal bij de piramides van Giza. En de piramides van Giza dat zijn een van de grootste oergebouwwerken die gemaakt zijn. Het verhaal in de geschiedenisboeken is dat er een corrupte farao was in die tijd die miljoenen slaven bij elkaar bracht omdat hij zijn graftombe wou maken. Nou, deze stenen zijn van enorme proporties, die exact zo gezaagd zijn dat ze precies op elkaar kunnen liggen zonder dat er überhaupt een pinpas tussen past. Nou, de piramide van Giza, het is een high-tech ding. Hij bestaat niet eens uit vierkanten, maar er zitten achterhoeken in. Er zitten ook allemaal verschillende kamers in verstopt en eigenlijk niemand weet wat de functie is van deze piramide. Want alle farao's die zijn niet in de piramides begraven, maar in de vallei van de koningen. De piramides die beschikken ook niet ook over hiërogliefen of moderne kunstwerken of iets wat erop kan leiden dat er een koning in begraven wil worden. Want daar waar de koningen zijn begraven, daar zijn de hiërogliefen, daar zijn de schatten, daar zijn de mysteries, daar ligt het fortuin. Nou, om al deze grote piramides te kunnen maken, heb je hele grote stenen nodig. En om met primitieve werktuigen die dingen te zagen, het kan. Je kan ze verplaatsen, je kan ze rechtop zetten. Het is mogelijk om met primitieve methodes een piramide te maken. Maar het zal je echt duizenden jaren duren. Het is vrij inefficiënt. Om die hele grote stenen te kunnen maken, dan dus vraag je af, waarom? Wat is de motivatie ervoor geweest om zoveel moeite te doen voor dit resultaat? Nou, worden er ook stenen gevonden met precieze hoekjes. Vrij complexe systemen, vrij complexe beeldhouwwerken worden gevonden, waarvan je je af kan vragen van, is dit echt gedaan met mensen die met koperen beitels en stenen die hoekjes eruit zagen? Of waren mensen in die tijd technologisch verder ontwikkeld? Want hoe langer je erin duikt in dit onderwerp, des te meer verrassingen je tegenkomt. Je komt steeds meer stenen tegen waarbij je je af kan vragen, hoe zijn ze gemaakt? Hoe zijn ze verplaatst? Wat was nou de functie van die hele grote steden daarop? Nou, neem deze muur in Egypte. Bekijk eens alle hoeken, bekijk eens alle rondingen, bekijk eens alle knobbels die erop zitten. Bekijk eens hoe deze hele muur gemaakt is in Egypte. Nou, onthoud deze. We gaan nu naar Zuid-Amerika, naar Peru. Hebben we een precies zo'n exact soort muur met dezelfde knobbels en rondingen en hoekjes en ja, whatever. We kunnen ook naar Zuid-Azië gaan en daar treffen wij exact dezelfde soort stenen aan en muren en dergelijke. Nou, niet alleen de muren die zijn over deze hele wereld te vinden, je hebt ook de piramides zijn over de hele wereld te vinden met extreem veel gelijkenissen. En over de hele wereld verspreid zie je ook dat er extreem veel menselijke beelden te vinden zijn van enorme proporties die magnifiek in elkaar zijn gezet. Op het moment dat je vanuit één steen zo dat beeld in elkaar wil zetten, dan mag je geen enkele fout maken. Want als je één fout maakt, is dat voor altijd zichtbaar. En toch, ze zien er zo perfect uit. Het is zo magnifiek gemaakt. Het lijkt net alsof het met moderne technologie gedaan is. Nou, is er misschien sprake van dat er in die tijd de mens ook geglobaliseerd is. Dat er de mens over de hele wereld zat en dat ze met elkaar konden communiceren. Net zoals wij dat vandaag de dag doen. Alleen wij hebben vliegtuigen, boten, internet, satellieten. In die tijd, als je de storyline van de menselijke geschiedenis moet geloven volgens school, is dat helemaal praktisch onmogelijk. Dus wat is er nou in die tijd gebeurd? De eerste theorie is, het is puur toeval. Daar doen we dus helemaal niks mee. Tweede theorie. Aliens. Geloof het of niet, maar sinds een jaar of 60 is de mens in staat om ruimteschepen de lucht in te sturen, om dingen te doen, whatever we willen doen. Wat nou als er een planeet is met ook intelligent leven erop die al miljoenen jaren de tijd heeft gehad om ook astronomie te ontdekken. Ze cruisen door de ruimte en ze komen met toeval aarde tegen en ze zeggen daar gaan we eens even leuk mee lopen fucken en we bouwen allemaal structuren en beelden en kunstwerken die voor miljoenen jaren zullen blijven staan, kunnen we de mens mee fucken. Nou, deze theorie die vraagt wat meer uitleg, dus deze stoppen we even in het doosje, hebben we het in de toekomst nog wel een keertje over.
Volgende theorie. Er is een dimensie opengeschud, stapte God, die stapte naar buiten en die konden met hun gedachten stenen verplaatsen om die piramides te kunnen te maken. Ja, dat vergt ook veel meer uitleg, dus deze stoppen we ook even in het doosje en dan hebben we het in de toekomst ook nog wel een keertje over. Nou, weer een andere theorie, en dit is misschien de meest logische, is dat de mens het zelf heeft gedaan. Mensen in die tijd, die waren in staat om inderdaad te kunnen globaliseren en deze maatschappij tot stand te laten komen. Maar als dat het geval is, wat is er dan gebeurd dat wij daar eigenlijk mee gestopt zijn? Als je de meest recentelijke menselijke geschiedenis bekijkt, dan zie je dat er de afgelopen 2000 jaar heel veel oorlog en ellende en ziekte en niet zulke hele extreme ontwikkelingen zijn gemaakt om deze moderne maatschappij te gaan. Dus het lijkt erop dat die eerste beschaving uitgestorven is. Nou, wat is er in die tijd gebeurd? Nou, een van deze theorieën komt voort uit de Maya-kalender. En als je de Maya-kalender kent, misschien volgens Hollywood, dan zou de wereld in 21-12-2012 vernietigd zijn. Nou, verrassing, het is dus niet gebeurd. Maar wat zegt de Maya-kalender dan wel? De aarde, die draait rond, die draait ook om de zon heen. De aarde kent allemaal wibbeltjes en wobbeltjes die er duizenden jaren over doen om vervolgens weer in zijn originele positie te kunnen zetten. Het is tijdens deze wobbelingen en die cyclussen van duizenden jaren schijnen invloed te hebben over het denken van het menselijk brein als maatschappij in zijn geheel. We gaan dus door hogere denkwijzes en we gaan naar lagere denkwijzes, gaan we hoger en weer lager. In de tijden van de piramide zaten we dus in een hogere denkwijze, waardoor wij in staat waren die technologische ontwikkelingen te maken. Vervolgens gingen we weer naar beneden en voor je het weet komen we in de middeleeuwen, een groot drama in die tijd, geen leuke tijd om te leven. En we gaan weer in een stijgende lijn omhoog. Nou hebben wij afgelopen tijd de Eerste en Tweede Wereldoorlog gehad en er zijn nog steeds extreem grote agressieve oorlogen gaande. Maar er zijn ook dingen veranderd. Misschien. De Maya-kalender die zegt dat op 21-12-2012 dat wij uit onze dieptepunt gaan om vervolgens in een staat van hogere denkwijze te kunnen komen. Dus dat betekent dat vanaf 21-12-2012 een keerpunt kan geweest zijn dat wij langzamerhand slimmer worden. Slimmer. Dus dit betekent dat deze generatie het of kan verneuken of die kan de wereld helemaal fantastisch maken. Nou, deze theorie die vergt meer uitleg, dus die stoppen we ook even in een doosje en daar hebben we het in de toekomst nog wel eens een keertje over. Maar het meest waarschijnlijke wat er in die tijd gebeurd is, is dat de mensheid door een natuurramp vervaagd is of zo. Zijn van de aardbodem afgeschoven en de overlevers die moesten het maar zien te redden. En daar is deze maatschappij uitgekomen. En dit bewijs komt misschien uit een hele onverwachte hoek. Het zit misschien wel verstopt in de Bijbel. Nou, hate him or love him, maar de Bijbel is er. En wat staat er nou precies aan informatie in de Bijbel beschreven? De Bijbel is geschreven duizenden jaren geleden. Mogen dat alsjeblieft een feit zijn? Er hebben zich misschien situaties voldaan in die tijd, mensen hebben het opgeschreven, maar door verschillende vertalingen en misschien corrupte leiders die de Bijbel hebben aangepast om hun eigen toedoen beter te maken, is het originele verhaal eigenlijk een klein beetje vervormd of vervaagd. Gebeurtenissen worden mythes en mythes worden mooie verhalen. Maar wat staat er nou precies in de Bijbel? Wat heeft dat te maken met de piramides? Het komt misschien onverwacht, want het verhaal zit verstopt in de ark van Noach. God die sprak tegen Noach van jongen, ik heb een hekel aan de mens. Ik ga het zo meteen laten regenen, er komt een zondvloed eraan en ik wil dat de wereld schoon begint. Ik heb een hekel aan de mens en jij mag opnieuw beginnen. Bouw een boot, breng alle dieren erheen, van mannetje en vrouwtje één. Zorg ervoor dat je overleeft tijdens de zondvloed en als de zondvloed klaar is, dan ga heen en vermenigvuldig toe. Nou, het ga heen en vermenigvuldig toe. Dat is hem gelukt, want er zijn nou genoeg mensen op de wereld. Hoewel dat God, de dieren, de ark en Noach een goed reden is voor een mooie discussie, schijnt de zondvloed wel echt waar gebeurd te zijn. Nou, niet alleen de Bijbel die spreekt over een zondvloed. Er zijn meerdere culturen wereldwijd die spreken over dat de zeespiegel in vrij korte tijd gestegen is. Zelfs wetenschap die bevestigt dat er pak een beetje 10.000 jaar geleden de zeespiegel op korte tijd heel hoog gestegen is. Met ijsboringen op de Noord- en Zuidpool zijn de bewijzen gevonden dat de zeespiegel in één keer 15 meter omhoog gegaan is. Nou, wat gebeurt er nou op het moment dat de zeespiegel in één keer 15 meter stijgt? De meeste mensen die zoeken toch hun leven dicht bij de kust, dicht bij rivieren. En als de zee in één keer 15 meter stijgt, komen die steden in één keer onder water te liggen. Het is, ken je misschien dat verhaal van Atlantis? Misschien is het wel waar gebeurd. I don't know. En om even duidelijkheid te geven waarom misschien de zeespiegel is gestegen. Het is nog steeds discutabel, we weten nog niet precies wat er is gebeurd. Maar hoogstwaarschijnlijk is er een meteoriet ergens op de Noord- of Zuidpool terechtgekomen. Heeft heel veel ijs doen smelten, er kwam een tsunami eraan. Het regende dagenlang omdat de atmosfeer vol zat met regen. En ja, de maatschappij die werd teruggetrapt naar het stenen tijdperk om vervolgens nieuwe ontwikkelingen te moeten ondergaan om de maatschappij te maken zoals die nou is vandaag de dag. Nou, heb ik misschien een heel leuk verhaal verteld, maar
je moet, mag er sceptisch over zijn, je mag er open over zijn, want ik heb hier een tijdje onderzoek over gedaan en dit is mijn beste gok over wat er gebeurd had kunnen zijn in die tijd. Zoals je misschien gemerkt hebt, heb ik heel veel gaten opengelaten voor toekomstvideo's en ik wil ze heel graag uitleggen. Wil je weten wat er in die tijd gebeurd is, kun je of zelf onderzoek doen en het zal je verrassen wat er in die tijd eventueel gebeurd kan zijn, of je drukt op volgen en dan leg ik de volgende keer lekker uit. Ik ben Reinier Jochems, dit is Wijsneus en graag tot de volgende keer.